naam is Helga Tijdeman en ik ben ontwerper van de vestingsmuizen. Nou, dan heb je het misschien al een keer langs zien komen op Facebook of op onze vestingsmuizenclub. Maar ik heb een oproepje gedaan voor mede-ontwerpers van muizen. Met name vestingsmuizen. En misschien ben jij wel degene die ook wel graag zijn creativiteit kwijt wil in het ontwerpen van de muizen. Nou, voordat ik verder ga, ik lees in de statistieken dat ongeveer de helft van mijn kijkers nog maar lid is van mijn YouTube-pagina. Dus word even lid van mijn YouTube-pagina. Klik ook even op het belletje, dan krijg je iedere keer een berichtje als ik een video online heb geplaatst. En zo mis je natuurlijk helemaal niets. Nou, ontwerpen van vestingsmuizen, dat doe ik eigenlijk al vanaf 2012, dus nu al ruim 10 jaar. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En ik heb nog een hele lijst met ideeën van muizen die ik graag zou willen ontwerpen. Maar ik zie steeds wel hele leuke varianten op de vestingsmuizen langskomen. En ik vind het leuk om andere ontwerpers ook een kans te geven om ja, ook daar iets mee te doen. Nou ja, als je nou bijvoorbeeld, ik heb hier een van de kindermuisjes, Brammetje, in winterse sferen heb ik hier. Of je nou zoiets ontwerpt, of je ontwerpt een volwassen muis. Hè. Hier heb ik eentje, die heb ik dan in het miniatuur gehaakt. Maar dat is eigenlijk mijn lievelingsmuis, muis Bijja. Een van mijn eerste muizen die ik heb ontworpen. Of het nou zoiets is. Ja, ik heb hier nog de zwangere muis Ada. Ik heb ooit ook al een gewone muis Ada gehaakt. En dit is de zwangere variant met zelfs een babymuisje in de buik. En een van de nieuwere muizen, je hebt het patroon nog niet langs zien komen, want die komt pas, geheimpje, 27 april op de club, wordt een clubpatroon. Maar bijvoorbeeld koning Willem-Alexander. Of je nou een leuke variant hierop hebt, of je hebt een complete andere muis. Doe lekker mee en ontwerp een muis. Nou, hier zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbonden. En die voorwaarden heb ik allemaal op papier gezet. Ik zal ze zo even met jullie doornemen. Maar ook de voorwaarden zal ik ook hieronder in de comments zal ik een linkje plaatsen naar de voorwaarden. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. En ik zal een linkje plaatsen naar waar nog wat meer uitgebreidere informatie staat. Mocht je meer informatie willen hebben of bijvoorbeeld onzeker zijn of jouw patroon wel binnen onze vestingsmuizen gebeuren valt, neem dan gewoon even contact met mij op. Stuur mij even een pb'tje of stuur mij even een mailtje. Ze komen vaak niet rechtstreeks bij mij aan. Gaat even via een omweg, omdat iemand anders vaak mijn mailbox doorneemt. Maar uiteindelijk komt het wel bij mij terecht en zal ik daarop gaan antwoorden. Nou, het is natuurlijk niet voor niks. Je hoeft het niet voor niks te doen. Je kan wel zeggen, nou, als ik een leuke muis ontwerp, dan ga jij er vast mee vandoor. Of heb jij voordeel aan? Nee, want als jij voor mij een muis ontwerpt, dan kan je daar dus geld mee verdienen. En als ik bijvoorbeeld jouw patroon, als die goedgekeurd is, zo'n patroon wordt eerst door mij gekeurd, dan of het binnen het vestingsmuizengebeuren past, dan gaat het naar onze testhakers. Zij gaan het patroon keuren en gaan kijken of het duidelijk genoeg is om opgenomen te worden in binnen vestingsmuizen. En als dat zo is, dan gaan we kijken van zou dit een patroon zijn wat bijvoorbeeld op de club geplaatst kan worden. Of zou het een patroon zijn wat uiteindelijk misschien wel in een van de nieuwste boekjes geplaatst kan worden? Nou, daar zit dus wel een bedrag aan vast wat je ermee kan verdienen. Wordt jouw patroon gebruikt op bijvoorbeeld de vestingsmuizenclub, dan verdien je hier 100 euro mee. Je ontvangt dan 100 euro als jouw patroon wordt geplaatst op de vestingsmuizenclub. Wordt jouw patroon gebruikt in een van de nieuwere boekjes van vestingsmuizen, dan ontvang je daar 250 euro voor het maken van een patroon voor het muizenboekje. Nou ja,
Het patroon moet natuurlijk wel aan allerlei dingen voldoen. En dat is onder andere, schrijf een duidelijk patroon waarin je ieder deel onderdeel afzonderlijk is beschreven. Dus verwijs bijvoorbeeld niet naar zie voor lijf naar muis Ada bijvoorbeeld. Nee, je moet wel het patroon volledig uitschrijven. Want misschien heeft iemand die jouw muis gaat haken niet het patroon van muis Ada tot zijn of haar beschikking. En daarom moet het patroon dus volledig uitgeschreven zijn. Nou, beschrijf ook welke kleuren je gebruikt voor ieder deel. Vaak denk je, hè, ik noem maar wat, hè, zoals bijvoorbeeld muis Ada. Ja, die kan je in elke willekeurige kleur haken die jij zou willen. Maar mijn ervaring is, mensen willen vaak dezelfde kleur gebruiken als waar jij in hebt gehaakt. Dus schrijf ook de kleuren op waar je mee hebt gehaakt, hè, waar je elk deel mee hebt gehaakt. Maak ook foto's van het werkproces. Niet alleen een foto van een kant-en-klare muis, maar ook tijdens het werkproces. Hoe zet je bijvoorbeeld een armpje eraan? Hoe maak je het hoofdje vast? Hoe zit een randje van een rokje in elkaar? Noem maar wat, dat soort dingen. Daar moet je ook even aandacht aan besteden. En maak daarvan ook onderling wat foto's. Soms worden die foto's wel gebruikt in het patroon en soms ook niet, omdat bijvoorbeeld een beschrijving al wel duidelijk genoeg is. Nou, je levert dan dat patroon aan in een Word-bestand en je levert de foto's aan in een JPG-bestand. He, je maakt dus sfeerfoto's van de muis met leuke achtergrondjes of een leuke plek. Maar je maakt ook foto's van de muis met een witte achtergrond, zodat we de achtergrond kunnen weghalen en dat we alleen de muis op zich kunnen gebruiken. Nou, al deze informatie, al deze bestanden, die lever je aan via e-mail. En dat kan op info@hela-ecom.nl. Ook dat komt onderin de beschrijving te staan. En wij gaan dan met het patroon aan de slag. Nou, als je patroon bij ons hebt ingeleverd, hoe gaat het dan verder? Nou, ik zal zelf in eerste instantie het patroon beoordelen of het wel origineel genoeg is en geschikt is voor mogelijk de vestingsmuizenclub of een vestingsmuizenboekje. Het moet allemaal wel een beetje in de sfeer, in de stijl zijn van de vestingsmuizen. Dus niet in één keer een, wat zal ik zeggen, een inimini-muis van Sesamstraat, ik noem maar wat, hè, zo'n soort muis, dat past niet bijvoorbeeld in de sfeer van vestingsmuizen. Dus dat je daar een beetje rekening mee houdt. Nou, het patroon zal daarna naar de testhakers gaan, waar het uitgebreid getest gaat worden. Nou, en als dit patroon of je ontwerp dus aan alle eisen voldoet, ontvang je dus een bericht van, nou, wij gaan wel jouw patroon of niet jouw patroon gebruiken. En dan hoor je ook gelijk of het patroon wordt gebruikt op de vestingsmuizenclub en of in het boekje. Nou, en als dan de patronen daadwerkelijk op de vestingsmuizenclub geplaatst wordt of het in het boekje wordt geplaatst en het boekje wordt uitgegeven, dan word je uitbetaald voor je patroon. Totdat jouw patroon wordt goedgekeurd, vragen wij ook om niets van het patroon nog te delen. Dus geen foto's te plaatsen op je eigen social media of in andere haakgroepen of muizengroepen of wat dan ook. Dat patroon moet je gewoon nog even voor jezelf houden totdat wij aan jou bekendmaken of wij het patroon gaan gebruiken, ja of nee. Nou, mocht het patroon dus niet geschikt zijn voor een vestingsmuizenboekje of voor de vestingsmuizenclub, dan krijg je dit natuurlijk ook te horen. En vanaf die tijd mag jij met het patroon of met het ontwerp doen wat jij zelf wil. Wil je dit zelf verkopen? Wil je dit patroon gratis aanbieden? Wil je dit plaatsen op weet ik veel wat voor een website? Dan is dat natuurlijk helemaal aan jou. Maar als wij wel het patroon gaan gebruiken, dan krijg je dat te horen van ons. En je krijgt dan ook te horen waar wij het patroon voor gebruiken.
Je ontvangt dan van ons een overeenkomst waarin je wat gegevens invult, waaronder de afhandeling voor de betaling. Na de afhandeling van deze overeenkomst zijn de rechten van het patroon voor vestingsmuizen. Je krijgt wel een naamsvermelding bij het patroon. Het is dan dus ook niet toegestaan vanaf die tijd om dit patroon zelf te verspreiden, hetzij gratis of betaald, of te delen in andere groepen. Nou, zijn wat regels hè, waar we mee moeten omgaan, maar ik denk dat we er zeker uit gaan komen. Lijkt het je leuk? Heb je nog geen inspiratie? Of zeg je van, goh Helga, hoe kom jij aan je inspiratie? Ik heb wel een idee van welke soort muis ik zou willen haken, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik zou moeten beginnen. Hou de komende dagen even YouTube in de gaten. Dus abonneer even, klik even op het belletje. Ik ga een aantal kleine, korte workshops geven op YouTube. Hoe je geïnspireerd raakt om muizen te haken. Waar je inspiratie vandaan haalt. Hoe ik mijn inspiratie verzamel. En hoe ik ga beginnen aan een vestingsmuizenpatroon. Nou, dus hou gewoon YouTube de komende dagen even in de gaten. Ik wens jullie heel veel haak- en ontwerpplezier. Ik ben benieuwd welke ontwerpen we allemaal te zien gaan krijgen. En heel veel succes en doeg!